Ik vind de braderie zo gezellig altijd. Ik woon hier al 45 jaar en ieder jaar vind ik het gewoon een feest. Nou, hier staan we op de braderie in het Ginneke op het Kerkplein. Het is erg gezellig, kan ik zeggen. Had je hier nou ook willen staan, had je vrijwilliger moeten worden. Maar wees niet getreurd, ik kan altijd vrijwilliger worden bij de omroep. Het is heel leuk, een hele leuke club mensen. Ben je technisch goed onderlegd, dan kan je cameraman worden. Ben je goed met je mond, dan kan je gewoon lekker verslaggever worden. Tot ziens, hoi. Ik ben Liv, ik ben 8 jaar en ik ben op vakantie geweest. En ik ben blij dat het zo meteen weer school is. En daarom ben ik hier en daarom vind ik dat heel leuk. Ik wil de groeten doen aan Anouk. We bidden nu heel veel succes vandaag op de braderie. Het is hier heel gezellig en ik raad iedereen aan om hier naartoe te komen. En ik ben jarig. Yeah! Lang zal het leven, lang zal het leven, lang zal het leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Riep, riep, hoera! Riep, riep, hoera! Riep, riep, hoera! Hier op de braderie staat super, super, super leuk. Doei! Ja, Breda Nu, de lokale zender natuurlijk van Breda. En ja, dan is de vraag, kijk ik veel naar Breda Nu? Ja, ik kijk heel erg veel naar Breda Nu. En dan vooral in de carnavalsperiode. Want dan wordt Baronie TV uitgezonden via Breda Nu. En dan kijk ik dus heel erg veel naar Breda Nu. Ja, joh, grapje, grapje, grapje. Ook normaal gesproken kijk ik natuurlijk wel eens naar Breda Nu. Want dat is tenslotte de lokale zender van Breda. Jongens en meisjes van Breda Nu, veel succes hè. Nou, mijn boodschap voor deze geweldige zonnige avond is dat wij hier intens genieten van een zeer oude traditie. Braderie. En nog lekker even doorgelopen en nog wat gaan eten. En het is hier een hele goede sfeer. Gefeliciteerd mama met je verjaardag. Doei. Gefeliciteerd mama met je verjaardag. Nou, ik ben Daphnis van Wezel en ik ben lid van het Wereld Natuur Fonds. Ik vind het een hele leuke club en later ga ik er ook bij werken. Dus willen jullie het Wereld Natuur Fonds eigenlijk steunen? Want het is hard nodig voor de panda, leeuwen, tijgers. En als je er lid van wordt, je kan ook natuurlijk donateur worden. Dan kan je ook het pandablad krijgen. Van de WNF Ranger Club lid worden, waar ik zelf lid van ben. Ja, dus eigenlijk vind ik het een hele leuke club. Dus word lid. Ik ben blij dat ik Esther weer zie voor het eerst. Goedemiddag jullie allemaal samen. Ik ben hier op Braderie Breda. En ik wil jullie even laten horen dat Breda Nu een fantastisch initiatief is. Ga kijken, ga kijken. Ik groet jullie door een fijne nazomer. Dag. Hoi papa en mama. De braderie in het Ginneke is hartstikke gezellig. Tot ziens. Ik wil een groetje doen aan Marieke. Daar komt ie. Ik moet een petje opzetten, maar het is geen petje, het is voor mijn zadel. Een petje voor mijn zadel. Maar ik wil al mijn collega's van Arriva de groeten doen. Dus lekker aan het werk zijn. Ik lekker op de markt. Hij bij Breda Nu. Kijk er een keertje naar voor informatie van Breda. En mijn vriendin uiteraard, want die moet ook werken. Die zit ook op de bus. Laat ze maar lekker tobben. Ik relax. En succes hier op de markt. Met Breda Nu. Hallo iedereen, ik heb een beer gewonnen bij eentjes vangen. Zo'n antieke beer. En die deed toen. Net als zo'n poesje. Die doet ook zo. En een stengel gekregen. Ik weet niet welke snaak niet meer. Ik weet het niet. En een fijne dag en ik zie jullie nog een keer. Dag. Ja, Breda Nu, dat doen we s'nachts nog kijken, want anders hebben we niks te doen. Hè? Voordat ik ga slapen, kijk ik naar Breda Nu. En wat slaap ik dan vredig? Gefeliciteerd! Gefeliciteerd voor alle kinderen die vandaag jarig zijn. En morgen. En morgen. En overmorgen. En op de schaap door de wei. Over een paar kilometer komt hij de andere schapen tegen. Zegt hij, wat is er met jullie gebeurd? Dan zeggen ze, wat is er met jou aan de hand? Ik ben geboren als lammetje. Uitje ging eens naar de bakker. Hij vroeg, hebben jullie worteltjestaart? Nee, kom morgen maar weer terug. Hebben jullie worteltjestaart? Nee, vanavond kom maar weer terug. Hebben jullie worteltjestaart? Vies, hè? Hallo, wij zijn van EHBO Vereniging Ginneke. Verzorgen al jaren de EHBO op de braderie in het Ginneke.
U kunt bij ons de cursus EHBO volgen. Wij starten op 1 oktober in het gemeenschapshuis De Zandberg aan de Zandberglaan hier in Breda. U kunt kijken op onze website www.ehbogginnekebreda.nl of ons mailen via ehbo.ginneke@casema.nl. U bent van harte welkom. De groetjes aan oma van Kenzo. Zeg maar. Ja, ik heb het al gedaan. Durf je niet. Oké, dat was hem al. Goeiedag dames en heren, welkom op deze bijzondere vlucht. Er is veel turbulentie, dus alsjeblieft, ik vraag u om een riemen vast te maken. Let u op, de toiletten zijn uitgerust met automatische rookmelders. Welkom op deze Ginneke Markten. Wij gaan een bijzondere bestemming voor u bezoeken. Blijft u rustig zitten, wij komen snel bij u langs met een heerlijke versnapering. Een hele fijne dag. Nou, ik doe de groeten aan mijn kinderen. Die moeten nog allemaal werken. Dus, en ik loop hier lekker in het zonnetje. Op de heerlijke markt, iets Ginneke. Bedankt, doen. Ik vind dat keileuk om naar Breda nu te kijken in op televisie, op 40. Ik doe de groetjes naar opa en oma en ze wonen in Helmond. Ik doe de groetjes bij papa en mama. Ja, iedereen vindt het hartstikke gezellig, volgens mij. Toch? Ja. 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 Nou, vooral omdat er veel mensen zijn. En de kermis natuurlijk. Nou Mits, vertel even. Wat gaan we doen op 12 september? Wat we gaan doen op 12 september? Ja, wij gaan bij Local FM een nieuwe middagprogramma maken van tussen 3 en 5. En dat is de Hollandse Amazing Parade. Dus dat is eigenlijk 2 uur lang volop muziek, Nederlandstalig. En bij mij komt Tante Nel op bezoek. Ja. Dus gezellig. Ja, meer is het eigenlijk niet. We gaan er een feestje van maken. Ik vind deze suikerspin heel erg lekker. Breda, nu is het beste programma van heel de wereld. Breda is de leukste stad van de wereld.